Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video van MostCutest.nl. Vandaag maak ik een squishy video vol leuke squishies die allemaal verkrijgbaar zijn in de webshop. Veel plezier met kijken! De eerste squishy die ik ga testen, dat zijn deze marshmallows. Ze zijn er in verschillende kleuren en de verschillende kleuren kunnen ook verschillende gezichtjes hebben. Dus bijvoorbeeld de roze kan ook het gezichtje van de blauwe hebben. En als je hem squisht, komt hij best langzaam weer terug in vorm. Nou, dit vind ik zelf een super fijne en simpele squishy. En heel erg leuk om gewoon aan je sleutels en zo te hangen. Het is ook wel bijzonder trouwens dat hier een echte sleutelhanger aan zit. En geen touwtje zoals er normaal vaak aan zit. Maar dit is gewoon een hele leuke, simpele en vrolijke squishy. Deze leuke kleine fruitjes zijn nieuw op de site. Het is een persikje, een ananasje en een peer. Dit zijn ze. Ook dit zijn weer hele leuke sleutelhangers. Hier zie je trouwens ook, op de website zie je dat misschien wel staan. Squishies kunnen altijd kleine oneffenheden hebben. En hier zie je bijvoorbeeld ook, er zitten soms, omdat vanwege het materiaal, dat krijg je gewoon nooit helemaal egaal. Dus er zullen altijd kleine bubbeltjes en zo voorkomen. Maar dat hoort er echt bij. Vooral de peach lijkt mij het meeste langzaam teruggaan in de vorm. Die peer gaat eigenlijk wat sneller en ik vind dat die ananas ook vrij snel gaat, maar die peach blijft best het langst, die komt het langzaamst weer terug. Nu eventjes iets anders. Dit is een squishy, maar ook weer niet. Hij staat in de categorie squishies, omdat ik wel vind dat hij daarbij past, maar het is een stretchy mochi, een stretchy squishy. En een mochi is een Japans rijstcakeje, een zoete lekkernij, zeg maar, gewoon een zoet cakeje. Een beetje anders dan wat wij misschien lekker vinden. Ik vind het trouwens, ik heb het in Japan geproefd, best lekker. En misschien heb jij het zelf ook wel eens geproefd bij de toko of zo. Maar in ieder geval, dit zit verpakt in een heel mooi doosje. En het lijkt net echt, maar alsjeblieft, steek het niet in je mond. Het is echt om mee te spelen. En het is lastig dat je niet kunt voelen op beeld, maar het is een soort van bal en er zit een soort van spul in en daardoor voelt het alsof je echt in een cakeje knijpt. Nou, je ziet dat je dit dus helemaal uit kunt stretchen en dat het echt weer precies in de vorm terugkomt, maar het voelt heel bijzonder. En het leuke aan deze is, ze ruiken heerlijk. Deze ruikt naar groene thee, de rode ruikt naar aardbei en dan bruin naar chocola en geel naar banaan. En dit is echt een heel erg grappig product, echt een beetje een gadget. Nou, dit melkflesje is verkrijgbaar in verschillende kleuren. En het is gewoon een hele leuke squishy. Hij is best wel slow rising. Hij komt best wel langzaam terug in vorm. Ik kan het bijvoorbeeld best eens even vergelijken met een squishy die niet echt slow rising is. Dit is een gewone squishy. Die kun je eigenlijk, het is wel een soort van sponsje. En hij komt gewoon vrij snel weer terug in vorm nadat je erin hebt geknepen. Alsnog super leuk hoor. Hele leuk squishy, maar als je het vergelijkt met een melkfles en je drukt ze allebei in. Natuurlijk is die melkfles nu groter, maar dan zul je zien dat die melkfles echt super langzaam terug in vorm komt. Die neemt echt de tijd. En dat betekent dus slow rising. Dat heb je vast wel eens gezien in andere squishy video's, maar als je het nog niet wist, dan weet je dat nu. Dus die en de leuke melkfles. Deze hangt aan een ball chain. Dus die kun je leuk ergens aanhangen of gewoon lekker op je bureau zetten en lekker in squishen.
Dit is ook iets nieuws. Eerst hadden we de Sticky Seal. Die zat ongeveer net zo verpakt als deze katjes. En de seal, die heb ik toevallig nu hier niet. Maar dat was onze eerste Sticky Squishy. En daarna kwam de Chick. En dat is dus een kuikentje. Die zit verpakt in een heel schattig doosje met wat kleine frutseltjes eromheen. Zodat het er lekker feestelijk uitziet. Dit is dus de Sticky Squishy Chick. En ja, dat is echt heel grappig. Maar dat is een soort van jellybal. En die moet je echt met hele schone handen vastpakken. En niet op vieze dingen neerleggen. Want ze zullen wel, ja, ze zijn sticky. Dus ze zullen een beetje vuil aantrekken. Maar dit is dus echt heel bijzonder een jellyballetje. Waar je ook lekker in kunt squishen. Maar die zelfs gewoon, ja, heel erg jelly zijn. Dit is de panda. Ja, de panda dus. Maar echt, het ding is bijna oncontroleerbaar. Zo jelly is het. En het wolkje. En de panna en het wolkje zitten helaas niet in zo'n leuk cadeaudoosje. Dus die zitten in een zakje. Nu denk je misschien als je dat zakje binnenkrijgt van... het is een klein beetje wittig eromheen. Maar dat komt gewoon vanwege het materiaal. En dat zakje zou ik ook zeker bewaren voor de bescherming. En dit zijn hele grappige liggende katjes. Die zitten in een heel mooi doosje zelfs. En het is weer zo'nzelfde. Sticky squishy. Zoals je in deze video waarschijnlijk wel ziet, er zijn wat goedkopere squishies, maar er zijn ook wat bijzonderdere en dus wat duurdere squishies komen erin voor. En dit is er zo eentje. Dit is de Panda Swiss Roll van Flampo. Dat is een squishy merk. Deze zit helemaal gesealed in de verpakking en die ga ik zo laten, dat laat ik zo. Maar het is toch wel heel erg leuk om het eventjes te laten zien. De squishy komt heel langzaam terug in vorm. Zoals je ziet zitten nu nog steeds mijn vingerafdrukken erin en is hij nog steeds bezig om weer rustig terug te komen. En ook heel erg leuk aan deze squishy is dat hij echt heel erg lekker ruikt. Deze oranje ruikt heel erg lekker naar sinaasappel, mandarijnachtig. En de roze die ruikt naar roze, dus dat is naar aardbei. En ja, dit is echt een hele mooie en kwalitatief goede squishy. Er zit geen haakje aan, dus hij is vooral om lekker mee te squishen. Dit zijn de nieuwste squishies die we binnen hebben gekregen. Ze zijn van het merk Kibroe. En over squishy merken gesproken. Binnenkort krijgen we ook de squishies van Punimaru. Die zijn echt heel erg mooi. Google maar eens. En hou zeker onze site in de gaten, want daar komen ze binnenkort op. Maar goed, dit zijn Marshmallow Rabbits, Marshmallow Puppies en Mini Buns. En de Marshmallow Rabbit laat ik even zien. Dit is namelijk wel een best speciale squishy. Hij ruikt lekker zoet naar ja, eigenlijk een beetje marshmallows. En de structuur is een beetje anders dan normaal. Ze hebben namelijk geprobeerd om er echt een beetje een soort marshmallow van te maken. Let op, eet hem niet op. Maar het is echt bijzonder hoe deze squishy voelt en hoe die beweegt, zeg maar. Heel anders dan normaal. Nou, deze marshmallows zitten zoals je al zag in een heel mooi zakje. En gaan ze eventjes met elkaar vergelijken. De bunny is net even langer bezig om terug in vorm te komen. Alhoewel het snuitje van de puppy ook nog steeds bezig is. Tot slot iets heel bijzonders.
Dit zijn capsule toys uit Japan. Gashapon heten ze daar. Ze hebben daar een heleboel automaten met allemaal hele leuke spulletjes erin. Waaronder dit Tsum Tsum slijm. En ja, dat kunnen we natuurlijk niet... We kunnen niet achterblijven met het slijm. Je ziet het slijm overal op YouTube, maar ook op Instagram. Overal filmpjes en zo. En wij dachten, nou, dit is net wat voor mostcutest.nl. Gewoon een heel klein mini, want je ziet het wel met mijn vingers. Heel klein potje slijm, wat heel grappig voelt. Er zijn verschillende kleuren verkrijgbaar. Het is een verrassing welke je krijgt. Ik ga even laten zien hoe dit slijm eruit ziet. Zoals je ziet, als je het vastpakt, als het uit het potje komt, dan denk je echt, oh my god, dit is gewoon een soort van smurrie. Maar als je dan ziet hoe het bij elkaar blijft, ik zal het ook even op de tafel laten zien. Dan heb je echt heel bijzonder slijm. Het valt niet uit elkaar of het drupt niet. En je handen blijven ook gewoon schoon. Dus heel bijzonder. En echt super lekker. Een potje met slijm. Nog één keer. Ja. Nou, zoals je kunt zien en misschien wel hebt vergeleken met de vorige video, zijn er gewoon heel veel nieuwe squishies weer bijgekomen. En er komen ook steeds nieuwe bij. Dus blijf zeker de site in de gaten houden. En ik zal ook zeker weer een nieuwe editie maken van de squishy test als ik weer genoeg nieuwe leuke squishies heb verzameld. Ik hoop dat je het leuk vond om alle squishies in actie te zien. En ik ben benieuwd wat jouw favoriet is uit deze video of waar jij het meest benieuwd naar bent. Deze favoriet kun je dan ook winnen. Ik zal weer eventjes de spelregels hieronder in de beschrijving zetten. En hieronder in de beschrijving vind je ook de link naar de pagina waar je alle squishies op mostcutest.nl kunt vinden. En daar vind je ook alle bijbehorende prijzen van de squishies. Ik hoop dat je het een leuke video vond, dat je meedoet met de winactie. Ik ben heel benieuwd naar jouw favoriet. En trouwens, mijn favoriet, wat is mijn favoriet? Ik denk die marshmallows en dan de rabbits. Die vind ik echt heel erg schattig. Ze ruiken heel erg lekker. Oh, ik vind die pandarol ook fijn trouwens. Dus, dat en het slijm. Oké, dat zijn mijn favorieten. Ik ben benieuwd naar die van jou. Als je die achterlaat, dan doe je automatisch mee met de winactie. De spelregels zie je hieronder. En ik bedank voor het kijken. Ik zie je graag volgende keer weer. Doei doei!